Het is een rechtszaak die nu al als historisch wordt omschreven. In Duitsland staan twee Syriërs terecht voor marteling en moord. Oorlogsmisdaden die ze zouden hebben begaan in Syrië. De twee verdachten leefden als vluchteling in Duitsland toen een van hen in een bouwmarkt tegen de lamp liep. Hij werd herkend door een van zijn slachtoffers. De Syriër Anwar al-Bouni is een mensenrechtenadvocaat. Hij zat daarom 6 jaar lang in een volgepropte Syrische cel. And they tried twice to kill me in jail. And I didn't afraid from them. They are coward. Na zijn vrijlating vluchtte hij naar Berlijn en stuit plotseling op de verdachte die hem ooit arresteerde. I was in Bauhaus. Really, that times I shock. Is he follow me? Nee, het was toeval. De verdachte was als asielzoeker naar Duitsland gevlucht, maar verzweeg dat hij jarenlang de baas was van een Syrische staatsgevangenis. Berucht, vraag dat maar eens aan een ex-bewaker. In de aanklacht gaat het om 4000 van zulk soort martelingen. Hands together and they start lifting. They have it lifted on a rope. Of gevangenen werden bijvoorbeeld tijdens verhoren in een autoband gepropt met een stalen pin tussen de benen om het geslachtsdeel te pletten. Syrië is berucht om zulk soort martelingen, maar de Syrische president ontkent. We don't have torture unit. We don't have torture policy in Syria. Het is nu de eerste keer dat Syrische oorlogsmisdadigers voor een onafhankelijke rechter staan. Maar dat zogenaamde weltrechtsprincipe voor, dat heißt ook straftaten die nur im Ausland begangen werden en keinen Bezug zum Inland haben, kunnen in Deutschland verhandeld en ook geahndet werden. Een juridische doorbraak. We so grateful to German to have like this universal jurisdiction. De rasoptimist ziet eindelijk hoop voor alle slachtoffers waar dan ook ter wereld. Immunity time is over for all of them and for sure all of them feel worried now. Nou, dat is nog even afwachten. Het vonnis van de rechter wordt niet voor het einde van dit jaar verwacht. Maar voor juristen is de zaak nu al historisch. Vervolging van alle oorlogsmisdadigers ter wereld staat op de kaart. Jeroen Akkermans, RTL Nieuws.